Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag: waar gaat het over? Voor Peter en Splinter. Oh, daar hoeven we niet heel lang bij stil over na te denken, denk ik. Hè? Dat ja, is, wat een troep laat hij op één redactie achter. Ja. Ongelooflijk. Ja, ter apel is dit, hè? De vluchtelingencrisis. En ja, ik vind het zo. Meestal zit ik niet per se om mijn woorden verlegen, maar het is zo triest en zo dat het in Nederland, dat dit in Nederland gebeurt, dat het kabinet hobbelt van crisis naar crisis. En dit vind ik, ja, weet je, het doet echt pijn. Het is zo verdrietig. En ik denk, ja, die mensen hebben hulp nodig. En het is één grote tering, zo, als je het even plat op z'n haag zegt. Ja. We beginnen de uitzending heel gezellig. Ja, nee. Dat... En, maar dat vind ik, dat, weet je, dan denk je, ja, Artsen zonder Grenzen ook in Nederland. Nou, dat is natuurlijk wel, ja. Misschien is dit ook het goede moment om aan de kijker te melden dat wij ook opnemen vanuit Ter Apel. Ja. Maar dat je dat door het decor niet ziet. Ja. Maar hierachter staan ze. Ja. Hier slaapt er één. Hello, welcome. Ze zitten en dat doen we ook al 15 jaar. Maar we geven gewoon goedkope arbeidskrachten, is dat. Het hele publiek. Ja, dat is precies. Ze lachen op commando ook, hè. Dat is nee, maar... Nee, maar... Je kon er niet omheen, volgens mij, deze week. Nee. En kon je er maar omheen, laat ik het even zo zeggen, toch? En maar dat is natuurlijk niet dat het aan jou is. Maar heb je een idee, wat zou wel de manier zijn om dit om te gaan? Nou, ik denk, een beetje leiderschap zou het niet verkeerd zijn. Ik bedoel, er zijn zoveel crisis. Dan denk ik, nou, dan kan Rutte best wel een beetje de kar gaan trekken, als het ware. En nu lijkt er dan iets opgelost te worden. Maar ja, weet je, ik denk een slaapplek en een beetje behoorlijk naar de wc kunnen gaan. Ja, dat zijn toch wel echt de minimale basisbehoeftes. En dat die mensen ook mensen zijn. Ik begrijp wel dat mensen zorgen hebben. Maar ik zou zeggen, zet nou mensen één op één tegenover elkaar. Bij wijze van spreken zoals wij nu zitten, maar dan in een andere context. Even. Maar dan versta je elkaar niet. Nou, dan kan je best met een talk of weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk allemaal wel op te lossen. En dat vind ik, denk ik... ik kan iets wat je misschien niet kent, is misschien eng. Maar dan moet je zorgen dat je het wel kent. Weet je? Ja, en ik denk wel dat je je als maatschappij... moet afvragen van wat voor maatschappij ben je als er een probleem is waar Glennis Grace eerder is dan de koning. Ja, iets eerder. Nou, kijk, Glennis Grace is wel gegaan, ik ben niet gegaan. Dus dat is 1-0 voor Glennis Grace. Ja. Aan de andere kant, ik heb nog nooit een finale van America's Got Talent verloren. Dus dat is weer 1-1. Maar ja, en die krijgt dan kritiek van ja, ze brengt allemaal spullen die helemaal niet nodig zijn en ook de verkeerde momenten. Ja. Maar ja, dat is omdat de overheid het echt letterlijk allemaal gewoon maar op zijn beloop laat. Hoe kijk jij daarnaar als mens? Want jij kijkt naar Anthony die voor 100 miljoen naar het buitenland gaat en ja. Dat zie je echt weer terug en dat is jouw wereld. Ja. En dan moet je ineens empathie hebben voor vluchtelingen. Nou, ik voel ook wel heel erg mee met Ziyech en Anthony. Zie je? Ja, absoluut. Daar heb ik heel veel medelijden mee. Nee, maar natuurlijk, je probeert het te projecteren op je eigen veilige, mooie leven. En dan denk je bij jezelf, hoe is het mogelijk dat je daarin terecht moet komen? En ja. Tegelijkertijd voel je je voorkomen machteloos. Dus ja, we lachen om Glennis Grace. Ik vind ergens ook nog wel iets voor te zeggen dat iemand de moeite neemt om met een aanhanger spullen daarheen te rijden. In de hoop. En 6 bussen, hè? Zes busjes en een aanhanger. Ja, dat bedoel ik. Ja. Om er toch nog iets goeds te doen. Maar heel eerlijk, en het klinkt misschien cru... maar ik denk wel dat wij allemaal geneigd zijn... oh, ik wil spullen inleveren, daar naartoe brengen. Maar zodra wordt gezegd, naast jouw huis... komt er een grote kazerne en worden 300... dat vinden we allemaal toch ingewikkelder. Dat is, daar zit, ja, maar dat is... Het helpen, precies, ja, en omdat het helpen is makkelijk daar naartoe... Maar zodra... Eigenlijk, het offer is niet daar naartoe rijden, spullen afleveren. Mm. Het offer is welke buurten, welke gemeenschappen zijn bereid mensen op te nemen. Dat is eigenlijk het offer. Het is ook heel gezellig, want Zutphen was spierwit. En toen kwam er een AZC. En die lopen langs mijn huis met z'n allen heen en terug en weer heen. Die oude van wandelen. En je maakt ze een praatje. En het is echt een verrijking. Ik denk wel... volgens mij heeft het... Er is zoveel commotie over dat het is maar zo gênant... dat er volgens mij nu eindelijk wel wat in beweging komt. Ja, Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio's... of wat ik wel precies, die ook wel opbrengt gedaan van... de gemeentes moeten wat gaan doen. En ik heb wel het gevoel nu er ook steeds meer plekken op van elkaar komen... dat er iets van beweging in komt. En ik hoop, dat hoop ik overigens voor al het nieuws eigenlijk wat deze week zichtbaar was... dat we iets van die polarisatie weggaan, dat we iets meer rust hebben. Dat je denkt, oké, waar gaat hier over? Het gaat hier over... mensen, die moeten we helpen. Tuurlijk, we kunnen niet iedereen hier opvangen... maar mensen die vluchten voor oorlog, stel dat jij dat bent...
Stel dat jij weg moet van je huis omdat het levensgevaarlijk is. Ja. Hoe fijn is dan ergens een plek is dat iemand zegt... joh, hier heb je een dekentje en we gaan kijken wat we kunnen regelen. En ik hoop dat dat menselijk en die, iets meer die rust... dat zou je in Chabot niet zo vaak horen zeggen. Maar als iets meer die rust terugkomt... Je zei toch ik zeg je eerlijk... Ja, ik dacht, ik leg even de nadruk daarop. Ik zeg eerlijk, als ik moet kiezen tussen oorlog... of in Zutphen 8 keer per dag langs het huis van Harm Enes lopen... Ja. Is het ook niet gewoon fijn dat we al die arbeidskrachten in de toekomst krijgen? We vergrijzen als een gek. Nou ja, ik denk... Nou, ja, jij, maar mijn generatie... ik kan naar huis, ik kan naar huis. Daarom hebben we jou teruggevraagd. Harm maar zwaaien naar al die mensen van achter zijn raam. Je hebt ook situaties dat je als... doorgegroeide schrijver en homoseksueel ineens psychisch in nood komt. Ja. Ga je dat oplossen? Nou, dan vind ik het heel fijn dat ik bij iemand op de bank kan komen zitten. Zie je? Ja, nee, zo komen we er altijd bij weer goed vanaf. Denk daar maar eens over na. Ja. Nederland kampt met een opvangcrisis. In Ter Apel moesten deze week 700 vluchtelingen buiten slapen. Door de erbarmelijke omstandigheden besloot Artsen zonder Grenzen... voor het eerst in de geschiedenis in te grijpen op Nederlands grondgebied... Om een eind te maken aan de situatie wil het kabinet gezinshereniging aan banden leggen... de Turkije-deal opschorten en zorgen voor meer flexwoningen. Maar volgens experts gaan sommige van deze maatregelen in tegen de wet. De medewerkers van Artsen zonder Grenzen vinden het verschrikkelijk... dat ze moeten ingrijpen op Nederlands grondgebied. Op Lesbos hadden we tenminste nog een beetje vakantiegevoel. Artsen zonder Grenzen gaat voor het eerst hulp bieden in Nederland. Ook andere hulporganisaties hebben besloten hun voorbeeld te volgen. Na de overstromingen in Pakistan, de hongersnood in Sri Lanka en de situatie in Oekraïne... vragen de internationale hulporganisaties uw aandacht voor het volgende. De luidruchtige stille ramp in Nederland. Met uw steun kan Artsen zonder Grenzen een einde maken aan de erbarmelijke situatie in Ter Apel. Maar ook UNICEF heeft uw hulp hard nodig. Want niet alleen leven er 300.000 Nederlandse kinderen in armoede... het land komt ook 12.000 leraren tekort. Dit is het moment dat het WNF met uw donaties kan ingrijpen. Het Nederlandse ecosysteem staat op instorten... en de biodiversiteit neemt in rap tempo af. Kunnen de Groningers het volgens u wel schudden? Nee toch? Doneer dus nu op Giro 555. Of steun War Child, zodat kinderen in Nederland... niet meer worden ingezet in de strijd. Doneer nu. Want als we dit land niet helpen... slaan 18 miljoen Nederlanders op de vlucht. En geloof ons, deze mensen wilt u niet in uw land. Doe het nu het nog kan. Veel Nederlanders willen al vluchten, maar kunnen niet. Kortom, help dit land. Anders staan ze straks bij u voor de deur. Ja, mooi. Ja. Voor jou, Jaap en Jeroen. Ook een filmpje. Ah. Ja. Dan is Nederland toch ook weer lekker gewoon Nederland. Ja. Dit is waar Nederland geld in is, hè? Ja. Niet rijden van de trein. Estafettestaking. Een reputatie in opgebouwd. In Zwolle en in Utrecht natuurlijk met name. Daar ging het helemaal fout. De zogenaamde draaischijf van Nederland. Ja, het is... ben jij een treinreiziger? Nou, ik gebruik de trein af en toe. Vooral om naar Schiphol te gaan, als je er kunt komen. En als je er dan bent, dan is het maar de vraag of je in je vliegtuig komt, uiteraard. Ja. Je moet er wel wat tijd voor inruimen. Dat is de draaischijf voor de douane, is dat? En ze vinden zelf de draaischijf van de wereld, volgens mij. Hè. Ze hebben nogal last van maar Schiphol is bereikbaar. Dus ik ga je geruststellen, Schiphol is bereikbaar. Ja, die treinen reden gewoon. Die reden gewoon? Essentieel. Ja. Ja, heb je dat uit eerste hand? Dus je kan naar Schiphol, als je wil, kan je naar Schiphol... kan je 4 uur in de rij staan... en dan kan je in theorie een vliegtuig pakken naar Eindhoven... en dan ben je er ook. Ja, duurt wat langer. Ja. Maar is het een terechte staking? Vast wel. Nou, op dit moment heeft bijna iedereen recht om te staken. Want alle prijzen gaan natuurlijk gigantisch omhoog. Nee, maar oké, veel mensen maken zich zorgen. En met de stijgende gasprijzen, de inflatie, alles op en eraan... Zal de NS niet de eerste zijn? NOS, kijk maar. Wij komen ook nog met een staking misschien. Nee, loodzwaar bij jullie, hè? Ja, echt niet vol te houden. Ah, jongen. Nee, maar bedoel, je hoort de gekste dingen. Heel weinig personeel, die mensen werken eindeloos lang. En dat loodzwaar bij de NS.
Ik kan me er niet zo heel veel bij voorstellen, want die trein die rijdt uit zichzelf. Maar wie weet, wat gebeurt er straks? Als er een elektriciteit er is. Succes de volgende keer in Schiphol. Trein stil, oh, rijdt hij zelf. Je hebt te vaak bij supporters in de trein gezeten. Dan rijdt hij inderdaad vanzelf, ja. Dat is altijd heel snel. Ik denk alleen de fout die ze maken, het personeel, dat nou, dan rijdt de trein niet, wat vervelend is. Ja. Tegelijkertijd door corona zijn heel veel mensen gewend aan thuiswerken. Bedrijven zijn erop ingericht. Dus volgens mij moeten ze origineler gaan staken. Dus niet aankondigen, woensdag rijdt de trein niet. Wat ze gewoon soms moeten doen, dat ze gewoon de treinen rijden. Maar dan opeens slaan ze een paar stations over. Gewoon dat je die onzekerheid, dat draait reizigers gek. En dan krijg je een compromis qua loon. Dat je opeens in de trein Almere en in Groningen moet uitstappen. Dat je... En wat ik wel overigens leuk vond, is ik was dinsdag... Was het niet maandag moest ik met de trein, of dinsdag... Nou, een van die dagen dat ze aan het staken waren. Maar niet helemaal, maar een deel van de stakingen. En toen moest ik 40 minuten wachten op Utrecht Centraal. En dat, ja, toen dacht ik, wat ga ik in godsnaam 40 minuten... Ik heb gehoord dat Action de treinschijf van Nederland is. Nou, dat heb ik dus meegemaakt. Ja. En dat was heel leuk, want dan ga je, andere dingen zitten doen... die je meestal niet doet. En toen zat ik gewoon met allemaal mensen op een bankje. Dat doe je ook niet zo vaak. En dan zat er iemand piano te spelen. Toen hebben we een soort van pianoconcert. Oh, nee. Wauw. Oh, ja. Nee. Nee, ik vond het nee. Geweldig. Wacht even hier. Nee, ik wil dat die leiders een keer gaan staan. Nee. Ik vind niks irritanter dat je aan het sprinten bent voor je trein... op dat deuntje van Amelie. Ja, ik word daar zo... Want daardoor ga je ook niet sneller rennen, hè. Dat is, ik twijfel altijd. Moet ik de trein halen of stoppen om die klep op die vingers dicht te gooien? Ik wil dan Herman van Veen springen van opstaan. Dat is wel ik vind dat de allerergste. Ik vind het heerlijk. Oh, altijd hetzelfde deuntje, altijd shit. Wat hebben jullie gezongen op het bankje? En als ik ga zingen, dan wordt echt niemand blij van. Dan word je echt heel gauw grijs. Je zat op het bankje, er werd gespeeld, was gezellig. Ik vond dat dus wel lief. Alleen die persoon die stopte wel heel voor mij gaf hem te weinig. Hij stopte af en toe met spelen. En dat vond ik dan wel gênant om te gaan klappen. Dus dat heb ik niet gedaan. En dat deed niemand. En dat vond ik dan nog zieliger. En toen nog een nummer is je gewoon weggelopen halfwege het nummer. Dus toen heb jij toch je zin gekregen. Ja, nou, dat lijkt me dan. Maar ik vond het dus een applausstaking. Ik vond het toch wel. Ja, dat was eigenlijk een staking van. Ja. Maar ik vond het wel iets. Ik dacht, vond ik wel een soort van moment van bezinning. Ja. Op het heb je bezonnen in dat moment van bezinning? Ik heb twee wraps met zalm gegeten en één sushi voor. Wij hebben een ander idee van werkwoorden, maar... Dat heet volproppen. Ja, heerlijk. Ja. Deze week waren de stakingen van het NS-personeel. De NS-werknemers leggen hun werk neer omdat de cao-onderhandelingen zijn stuk gelopen. De NS vond de looneisen te ver gaan omdat het treinbedrijf vanwege de coronacrisis nog steeds in een moeilijke financiële situatie zit. Tegelijkertijd moet de NS zoeken naar een oplossing voor het enorme personeelstekort en de hoge werkdruk. Hoge werkdruk. Hé, meneer de treinbestuurder, weet je wat een hoge werkdruk is? Als we morgen de rails weghalen, zodat je zelf moet sturen. De stakers hebben in ieder geval goed gekeken naar het boerenprotest. Want kijk, ze hebben het NS-logo ondersteboven gehangen. De treinstaking kent vele slachtoffers, waarvan sommigen behoorlijk onderbelicht. Kijk maar. Treinstakingen. Het is voor veel mensen vervelend. Maar wat mensen niet zien, is het verborgen leed. Het leed van Ferdi, bijvoorbeeld. Ferdi is een treinrukker. Hij kan het alleen in treinen. Hij heeft het ook in de supermarkt geprobeerd, maar zelfs bij de versafdeling komt hij gewoon niet aan zijn trekken. Hij moet net te luid klepperende prullenbakjes roeren. Klem zitten tussen een automatische tussendeur die steeds opnieuw dichtgaat. Het geluid van steenkolenengels als de conducteur omroept toe: don't forget your luggage. Conducteurs, machinisten, denk ook eens aan Ferdi, want hij denkt wel aan u. Hallo kindertjes van het internet, heb je gelachen om deze video? Word dan lid of abonneer je, of hoe jullie lijkbleken aan het scherm geplakte generatie dat ook noemt. Thank you very muchos.